Ik werk bij Van Raan bij de 3D-printafdeling. Binnen Van Raan gebruiken we meerdere 3D-printtechnieken. Als je die wil zien, loop dan even mee. Ik sta hier voor onze Concept Laser 3D metaalprinter. Bij deze printer kunnen we meerdere metalen printen. En de producten die hier uitkomen gebruiken wij voor productie en prototyping. Dit zijn onze Brusa-printertjes. Dit zijn kleinere printertjes. Die printen enkel en alleen kunststof. Deze gebruiken wij voornamelijk voor kleinere onderdelen die wij toepassen in onze aangepaste fietsen. Naast deze printers gebruiken wij ook nog een grote HP-printer. Deze laat ik jullie nu zien. Hier komen hele nette onderdelen uit die eigenlijk niet te onderscheiden zijn van normale kunststofonderdelen die je misschien al van een andere fiets zou zien. Onder andere maken we op deze printer onze schakelpoortjes. Dit is een optie die je schakelen gemakkelijker maakt. Het mooie van dit onderdeel is dat het in twee delen geprint wordt, maar in één keer kan scharnieren wanneer je het uithaalt. Dus wanneer het poeder eraf geklapt wordt, hoef je het alleen maar te bewegen, valt het poeder tussen scharnieren uit en dan heb je in één keer een geassembleerd onderdeel. Nadat het poeder eraf geklapt is, brengen wij deze naar onze straalkast toe. En in de straalkast wordt de rest van het poeder daar afgestraald door middel van glasparel. Daarna is het een mooi glad onderdeel, alleen nog kleurgrijs. Om onze onderdelen een mooie zwarte kleur te geven, stoppen we deze in onze kleurmachine. Nadat ze hier geweest zijn, moeten ze nog even afgedroogd worden. En na het afdrogen gaan deze nog één keer de straalmachine in om de losse zwartige poeder eraf te krijgen. En daarna zijn deze helemaal klaar voor montage. We zijn nu bij de Van Raan testbaan en we hebben hier onze prachtige schakelpolk gemonteerd op de fiets. Nou, leuk dat jullie keken. Als jullie meer van dit soort filmpjes willen zien, like en subscribe zou ik zeggen. En tot de volgende keer.